Hallo, ik ben Arjan en welkom bij een eerste indruk van Infamous First Light. Dit is volgens mij de vierde game in de Infamous-serie en daar heb ik er nog geen één van gespeeld. Dus ook de vorige niet, Infamous Second Son. Maar dat schijnt geen bezwaar te zijn, want dit First Light is namelijk een prequel. En dat speelt zich af voor de gebeurtenissen in Second Son en die andere twee Infamous games heb ik nog nooit gespeeld. Dus ik weet helemaal niks van deze wereld, ik weet niks van de mensen in die wereld. Maar ja goed, het zou een eerste indruk video zijn als ik het niet zou gaan ontdekken nu, hè, het eerste half uur. Dus we gaan gewoon even wat proberen, we drukken op X. En, nou, helemaal geen instellingen verder, dus ik ga naar makkelijk. Ik ga vandaag niet altijd moeilijk doen. Zeven jaar geleden dook een klein groepje mensen op, de geleiders. Geleiders kunnen een bepaalde materie naar hun hand zetten en als wapen gebruiken. Na een reeks dodelijke incidenten werd het Department of Unified Protection opgericht om deze geleiders op te pakken en weg te stoppen in een speciaal ontworpen gevangenis, Curtain K. Please, tell me what happened. Okay. My parents called me in when they found out I had powers. I was dumbstruck. But my brother Brent, he always took care of me. He just grabbed my hand and we ran. Spent a few years living on the streets, staying out of sight. Keeping on the move. We did some shitty things to make money. But that job we pulled before leaving Seattle? Worse than the rest of it combined. Come on, sis. It's just one more job. It's all loaded up. Let's just go. No, this one's the payday. Mm-hmm. How much? Enough to rent a decent place. Yeah? Yeah. Enough for a short-tailed Burmese cat? Huh? Oh, that's low. It's enough for a fresh start. We could use one. Shit, get out, get out! What? It's the cops. All right, you hide, hide! I'll distract them. No, wait! You do this job, we leave tonight. No one will be able to find us? Yeah, as soon as... No. No! Do not use your powers! I'm not gonna kill anyone, just... Carry my weight. Fetch! Okay. Hey! You! Come over here. Look at me. Eyes up. Right here. Oké, er is geen mogelijkheid om deze game te starten in het Engels. Dus jullie hebben net Engelse geluidstrek gehoord en een Nederlandse ondertiteling. Maar dat heb ik gedaan. Dit spel start in het Nederlands. Tot dit moment, totdat de politieagent hier staat. En dan is het, dan kan ik het omzetten, hè? Dan kan ik gelokaliseerde audio uitzetten. Het staat namelijk standaard aan. Wat ik ga doen straks is, ik ga de Engelse geluidstrek onder de Nederlandse beelden zetten. Dus dan heb je zometeen gewoon de normale Engelse intro, maar met Nederlandse ondertiteling. En vanaf hier kan ik het gewoon instellen. Dat is heel gek. Dat is echt heel gek. Maar goed, doe maar. Ik pas meteen dit aan en dan moet het allemaal goed zijn. En dan pakken we het nu hier op in het Engels. Here we go. Is this really necessary? Wat moet ik echt doen? Wat moet ik doen? Ik moet er even om me heen kijken. Oké. Okay. Fantastisch. En nu? Moet ik gewoon doorlopen? You seen a kid with a mohawk on this dock? If I search that boat of yours, am I gonna find him? Wait! You wanna see a trick? Oh, wat gaat ze doen?
Oké, okay. Oh, zo, ik moet met lichtsnelheid rennen. Oeh, jemig, dit is cool. Oeh, dit is heel cool. Ren always pushed me to keep my power secret. If anyone knew a conduit was in town, there'd be a manhunt. And it happened before. But that night, I wasn't worried. I'd use my powers to get the job done, then the two of us would take off. We'd be miles away before the DUP showed up. Super cool, hè? Okay, dus ik moet politie ontwijken. Ze tracken me. Nou ja, ze kunnen natuurlijk zien vanwege die gigantische hoeveelheid licht die je achterlaat. Ik kan ook gewoon daken op, dat is cool. Oké, okay, we gaan die kant op. Ik zie ongeveer waar de politie staat op de kaart. De politie is echt overal. En dan gaan we die kant op. Oh, een helikopter. Ik moet al zien dat ik wegkom. Jemig. De helikopter, hé. All clear. Maybe. Hebben ze me gezien? There's gotta be something around here to duck under. Ik moet ergens onderduiken, zegt ze. Oké, doen we dat. Ja, dit is niet handig, die bomen. Wacht even hoor. Waar gaan we dat doen? Nee, die is licht. Kan ik hier niet wegduiken onder deze, onder het viaduct? Hier zien ze me toch niet? Oh nee, ze schiet op haar. Jemig. Oké. Can't do the job with this cop on my ass. Nou, zit het nu goed? Je bent echt wel eventjes onderweg, hé. Dus je duikt telkens weer opnieuw op. Hier kunnen ze me niet zien, toch? De helikopter vliegt nog steeds rond. Ik hou me even stil hier. Wauw, hé. Ik ben echt wel een poosje aan het rondlopen. Er zijn weinig plekken waar je kunt schuilen. Behalve dit soort parasolletjes. Oh, telefoon. Brent, you okay? Yeah, I'm fine. But soon as you started to glow, whole city went crazy. This is too dangerous. We need to leave now. The DUP is... I thought you wanted a fresh start. And you know I want that cat. Just tell me what the job is so I can do it. Fine, just be fast. It's the penthouse at 3rd and Stone. Break in, grab the red duffel bag. Okay. What's in the bag? You get it? And we're leaving with a literal boatload of cash. I like the sound of that. We'll get out of Dodge, bro. You're always one step ahead of them. Just be fast. The thought of you in a DUP prison, I couldn't live with myself. Die staat, die agent die staat daar. Dat... Oh, hij is alweer weg. Okay, hij stond er net. Zat hij nog steeds? Of hier op het hoekje? Hier staat hij op het hoekje. Er zat een vierkantje boven zijn hoofd. Wat zou dat betekenen? Hoe moet ik dat doen? Oh, dit. Gewoon slaan. Oh, cool. Ik ga de agenten dus slaan. Klopt, joh. Oké, okay, ik sta gewoon nu. Hop, lekker op los. Goed. Ik hoop dat ze gewoon bewusteloos zijn. Dit lijkt me niet een type die moordt. We moeten een appartement zoeken. En de grote vraag is, hoe gaan we dat doen? Wacht even, hier ligt een spoor. Blijft het hier liggen? Oh, dat is niet heel handig. Goed, een appartement. Oh, er zat, ik zie al een pijl. Die kant moet erop. Ik kan dus die kracht gebruiken die ik heb. Ik kan ook heel even die kracht niet gebruiken. En kijken of ze me dan zien, de agenten. Maar misschien is het helemaal geen probleem. Het is wel een toffe kracht, maar ik liep net als een gek rond te rennen. Ik kwam nergens. Even kijken hoor. Hier gewoon omhoog. Hoppakee. Kijk, dat is tof dat het kan.
Het is alleen nog wel een opvallende kracht. Hier moet ik zijn. Swanky. Locked. Oké. Okay. Oh, dan gaan we een neonbol gebruiken met R2. Dat knock, knock. Oeh, dat ging makkelijk. Nog een keer. Oeh, dit is tof. What? More witnesses! Kill her! Oh jee. I just want the red duffel back. That's it. Oh, hou eens op. Ik kan mijn krachten niet gebruiken, dat rennen niet. Goed, wat tof dat ik er doorheen schiet. Zeg maar. Ik druk gewoon het knop in en ze schiet alle kanten op. Dat is wel heel cool. Er is nog één. Ik trap die hele kamer overhoop. Is die nou een kerel naar dood of niet? Nee, wacht even, daar is er één. Dat is wel tof, hé. Oké, waar is de sporttas? Ik heb de hele kamer overhoop geschopt. Dan kan ik die tas natuurlijk weer niet vinden. Hier moet die zijn. Oh, daar. Oké, we pakken hem. Opladen? Waar? Oh, het neonbord moeten we leegtrekken. Welk neonbord? Daar. Oké. Okay. Okay. Oh, hier is een neonbord. Fetch, you okay? Were you in that? What happened? The place was full of Russians dancing around a bomb. Shit, the occurrence. They found him. Found who? My boss. If they know about the penthouse, then they'll know about our boat. We gotta go now. Fine, warm up the engine. I'll be right there. I'm sorry about all this. I really wanted to get you that Burmese cat. I know. Next time, bro. Oké, mensen schrikken er wel van als ik deze kracht gebruik. Goed, we gaan terug naar de boot. De boot is daar. Als we die kracht gebruiken, worden we gezien natuurlijk. Zullen we dat gaan doen? Waarom niet, hè? Hopsakee. Nou, niemand gilt nog, dus het zal nog niet komen. Stay away from the boat. The currents are just outside, they got guns. What? I'll be right there. No, you have one of your panic attacks near these guys, they'll freaking take you. I'm keeping it together just fine. I got you. Now hang up and hide, dummy. Oké. We moeten onze broer verdedigen. De boot is echt wel uit de buurt. Ben ik zo ver uit de buurt? Ben ik gezien door de politie? Ik denk het wel. Het kan bijna niet anders. Die kant moet op. Handige kracht, zeg. Zeker als je door een explosie uit een raam geschoten wordt. Oké. Ik wist echt niet dat ik zoveel van die boot af was. Oké, dan gaan we hier dus naar boven. Brug over. Wacht even, hier is een politie afzetting. Ik moet terug naar Seattle. Ik mag niet door? Nee, ik kan niet. Oh, oké. Dan is even de vraag hoe ik dan bij die boot terecht kom. Nou, ik dacht namelijk dat het F'je, dat het doel was op de kaart, maar goed. Want het water ook niet in, hè? Nee, dat dacht ik al wel. Je moet terug naar de kust. Oké, prima. Ja, het zal wel even uitproberen. Inmiddels, dat weet je. Ik kan dus daar die brug niet over. Maar hier zijn boten, toch? Oh, wacht. Ik moet hier wezen. Nou, waar zijn de bad guys?
Ik was helemaal uit de buurt. Oh jee. Brent? Brent! Come on, Tommy. Where are you? You. Whenever I'd start to freak out, I'd focus on Brent. It was the only thing that calmed me down. I clung to a good memory. First night in Seattle, we found this overpass and got out of the rain. Ended up reading comics by flashlight until we fell asleep. Later, this guy snuck in and tried to steal what little we had. And I was about to make him pay for it. But that night, we established the rules. Rule number one, no powers, no matter what. We might lose some gear, but Brent didn't want us to lose us. I shouldn't have used my powers. It was my fault he was gone. It was my... I lost it. Those breaks from reality changed me. I'd wake up with new powers. It was like my body decided to fight, but my mind just gave up. You've been very forthcoming, Miss Walker. How about a break? You can show me the skill you acquired from your mental snap. I thought you wanted to get control of your powers. That's what we're here for. I don't know. Last time I used them... We'll start with something simple. I'll be watching your progress from up there. Please don't try anything stupid. All I do is stupid. No, Miss Walker. You're a survivor. Oh, wow. Everyone has a weakness. You just have to look for it. Oké. Okay. Nu leer ik te vechten. Dus we kunnen... Oh, we kunnen het zoomen. Oké. Okay. Oh, dat is leuk. Dus en dan zien we de zwakke plekken. En dan... Oh, ik zie het. Oh ja. But the world won't wait for you. Sometimes you need to act fast. Follow your instincts. Oké. Dus. Dit is eigenlijk gewoon. Ah, is gewoon schieten dit. Not bad. Not great. But you just started. Perhaps you'd like more relatable targets. Kijk dan, agenten. Impressive, aren't they? These hard light holograms look and feel real. Now, please kill them. I don't just mindlessly shoot things, okay? Oh, the conduit up here making those holograms, Eugene, he won't mind. What's the point? The point is survival. Not just for you, but for those who can't defend themselves. Okay. Go on, protect him. Oké, ging prima toch? Nice to see you still have some fight in you. Let's hope your other senses are still as sharp. Ik zit te kijken of die vrouw kan vinden. The clock's ticking. Find and save the hostage. We kunnen door muren kijken. Ah, oké, daar. Dus dan rennen we daar naartoe. We weten nu wie die is, die persoon. Hier zijn ze achter. Ik vergeet snel te rennen, dan kan ik rennen. Dat is neer? Zo, oké. Prima.
Well done. Now, I've hidden a second hostage somewhere nearby, but this time you'll have to move quickly to save him or he'll die. Horribly. Waar dan? Daar. Oké. En dus zeggen we, hop. En hop. En die laatste, waar is die? Daar. Hoep op, je hebt een goed meer kracht is. Je zwakke plek zit daar. Oké, prima. Goed zo. Vriend van het volk. Dat hoeft voor mij niet hoor, maar toch. Maar wat gaan we doen? Oh, ik heb een uitdaging voltooid. Ja, en nu? Oh, ik heb een dingetje erbij. Het rechterpaneel toont een lijst met beschikbare uitdagingen. En ik ga nu naar het upgrade menu. Voltooi uitdaging om vaardigheidspunten te verdienen. En je kunt uitgeven aan krachten en updates. Ik heb één zo'n punt. Dus ik kan kiezen waar ik dat in wil stoppen. Vertraag de tijd met 50%. Wat is dit? Enorme aanval. Dat is ook leuk. Dat klinkt goed. Maar dat kost 4 punten. Ik kan er eigenlijk maar eentje kwijt, zie ik al. Dat is deze. Dan kun je hoog springen. Oké. Nou, prima. Dan doen we dit. En we gaan terug. Push yourself. How high can you jump? Zo hoog dus. Oké, dus we gaan rennen. En springen. Cool. Proven basic mastery. But are you tenacious, Miss Walker? When presented with a challenge, do you fight your way through? Or hide in a corner? En God. Waar is de gijzelaar? Daar. Oké, hup, go. En daar. Oeh, hij leeft nog, hè? Nee, oh, kom op hier. Oh, ik kan wel heel snel op elkaar schieten, dat scheelt. Zo, dat was er weer één. Nieuwe gijzelaar. Miss Walker, there's another hostage. You wouldn't like to see him die, would you? Waar is hij dan? Hij zou hier moeten zijn. Oh, hier beneden. Okay, you're good. Okay. En nu? Oh, moeten we die gozer even kapot maken? Die schieten dus blijkbaar. Oh, dat is wel even iets waar je heel... Wat heel tof is, zeg je dat een beetje... Oh, nieuwe gijzelaar waar? En nog één. Hoepelop. Leef je nog? Fijn. Oké. Een nieuwe golf. Komt er nog een... Oh, het is gewoon met waves komen de vijanden. Oké. Het is wel leuk de tijd vertraagt, dat is wel echt cool. Gaan ze liggen? Ja, ook. Oké, en door. Here comes another. Help this stone. Die vrouw is slecht. Goed, die indruk kreeg ik al wel, toen ze tegen ons sprak. Maar toch. Oké, leef je nog? Ik leef nog. Een hulp van die lui, hè? Wat doen die nou? Zijn die aan het interieur schieten? Oké, waar nog meer? Hier, jij, hop, hey, weg. Hard light hologrammen. Oké, er moeten al 3 gijzelaars zijn. Daar zijn. We've got another victim coming. They just keep coming, don't they? Oh, en waar is die Brussels vriend? Oh, hier. Oh, kom op, schiet die gozer. Oké, we hebben hem. Waar zijn die andere lijn? Daar. Poeh, dat is nog wel even pittig. Waar?
heel grijs waar. Hier recht voor ons. Oh, en jij ook. Opgekoppeld. Hebben ze allemaal gered? Nee, er is nog wel eentje. Het schiet wat cool. Jij, hop. Ga eens liggen. Echt even een kwestie van goed rennen hier aan. Doe gijs maar, waar? Hier in de buurt ergens. Ja, hier. Koepel op jij. Jij ook. Wegwezen. En... Oh, we hebben hem gered. Hé. Wat hebben we nu? Dit was het? Dat was een... acceptable performance on the hostage exercise. We keep score, you know. Other conduit achievements are hosted to irritate and inspire you. I'm always open to more training. Perhaps you'd like to surpass them. Zij is echt knettergek, man, die vrouw. Oké, we hebben de reddingsmissie van de Alpha Arena vrijgespeeld. En waarschijnlijk moeten we nu weer... Wat is dit? Linkerpaneel toont beschikbare Curtain Key gevechtsarena's. Oké. That'll do for now. Take a seat. I'd like you to resume your explanation of what happened in Seattle. After a night of tearing up the city looking for my brother, I ended up back at what was left of our boat. That's where I met him. He was looking for Brent, too. Excuse me, sweetheart. I'm sorry, have you seen a fella rocking a mohawk around here somewhere? Wait, do you know Brent? Are you with those Russians? What, the occurrence? No, hell no. Well, are you saying they're the ones who did this? God damn it, they keep kidnapping my employees. Kidnapped? Wait! Do you know where they have him? Can you take me? Slow down there, sugar. Now, I'm sure you do not want to get that pretty face caught up in all this trouble. You know, I don't know what you had worked out with Brent, but... He's my brother. Help me. Brother? Are you Fetch? I'm Shane. Shane? You know, Brent never told me that his sister was such a pretty little thing. Please! Just tell me where to look. East side, mainly. Thank you. And if you think of anything else, then call me on Brent's phone, all right? Yeah, sure. Whatever you say, sweetheart. Just make sure you take care of that, all right? Gotta get this city ready for the real me. Need some neon. Lots of neon. Oké dan. Kijk, klim bovenop het neonbord. Waar is het neonbord? Hey there, Fetch. Now, I put out my feelers, but these occurrences are on a hair trigger. We'll have to move fast on the lead. Okay. I'm already headed for some neon gas. Oh, I reckon. Now, I love huffing gas as much as the next guy, but not really. It's a trick I picked up back in Jersey. The gas helps me run insanely fast. Is that right? I'm gonna have to take your word on that conduit. What other secrets you got going on under that hood? Ja, wel, het neonbord, dat is helemaal daar. Hè. Daar moeten we even naartoe. Sam en Leekbord, daar. Ja, het is wel tof, hè. Het loopt fantastisch, dit game. Ze bestuurt ook super fijn. Misschien moet ik het nog iets gevoeliger instellen, dat merkte ik net. Maar toch, ja, echt tof dit, hoor. Echt super cool. Ik moet zo weer stoppen, want ik ben al aardig aan de tijd. Oké, hier gaan we bovenop klimmen. Die gozer, die is echt niet oké. Dat kun je duidelijk wel merken. Ja, we zitten bovenop nu. Ja, we zijn er. We moeten het neonbord leegtrekken om energie vrij te maken. Is dat die balk linksonder dan? Nog, laten we eens kijken. Cough it up! All right, you lazy neon gas. Go make yourself useful. We
Dat zijn er plekjes op de grond. Nou, daar moeten we wat mee gaan doen. Dat is duidelijk. Neon lumens moeten we verzamelen om vaardigheidspunten te verdienen. Dus nu staat de stad vrij voor ons open. Of moeten we even wachten tot we... Nee, je moet eerst dit verzamelen. That's a boost. Levert het meteen al één zo'n punt op. I need all the firepower I can get. Dat is handig. Even kijken hoor. Maar nog meer. Daar zie ik nog wat schitteren. They taste good. En dat was het. A big one. And it moves. Oké, dat is een race. Fetch, sweetheart. Did you... I gotta go. Something... Oké, wacht even hoor. Hier is een race die we kunnen doen. En ik heb vaardigheidspunten. Dus als we even gaan kijken in het menu. Dan bij de upgrades, nee hier. Dan kan ik op dit moment melee afmaken gebruiken. Sprint naar een vijand en raken met een enorme aanval. Dat klinkt leuk. Ik kan ook zeggen vergroot capaciteit neon energie met 25%. Nou, die melee aanval lijkt me leuk. Die pakken we gewoon op. Zo, opa. En nu hebben we hier die race. Nou, wat mij betreft doen we die nog even en dan stoppen we ermee. Want ja, je hebt wel een kleine indruk gekregen. De bedoeling is natuurlijk van dit spel dat we erachter gaan komen wat er in hemelsnaam aan de hand is met die broer. Die gluipert, daar gaan we waarschijnlijk ook nog wel mee te maken krijgen. En ja, we kunnen deze stad rennen en onze krachten gebruiken die steeds en steeds uitgebreider worden. Ja, dit is tof hoor. Dit is echt leuk. Echt heel leuk om te doen. Ik heb begrepen dat het ook niet heel lang is. Niet een hele lange game. Want het is natuurlijk een soort van downloadbare DLC voor Second Son. Maar goed, dat mag de pret niet drukken, want ik begin al aardig een idee te krijgen wat ik hier aan het doen ben. Nou, laten we eens even snel die race kijken. Sprint door neonwolken om de lumen te vangen. Laten we dat eens proberen. Oké. Oké, daar gaan we dan. Oh jee, dat gaat echt snel. We gaan achter aan. Come here, fatty. Cool. Ik weet niet waar we precies achteraan jagen, maar ik vind het wel tof. Hier moet ik bovenop. Hij is ontsnapt. Oké, okay. Goed, hij is er bovenop geklommen. Op die wat was het, soort DNA-streng. Nog even één keer proberen en als het niet lukt, dan dik vet pech hoor. Oké, daar gaan we. Dat strengetje daar, die DNA-streng, daar klimt hij op een gegeven moment op. Oké, okay, hup. Hier moeten we naartoe. Een beetje in de gaten houden waar hij naartoe gaat. Yes. Hey, ik heb hem. Oh, cool. They taste better when they run. Oké. Goed, en wat heb ik nu? Verzamelbare voorwerpen en andere optionele content kun je bekijken op de kaart. En dat kunnen we hier zien. Dus er zijn van allerlei dingen te verzamelen, zo te zien. Veel meer van die races. De legende aan de rechterkant toont je de voortgang in het district. Dit spreekt allemaal aardig voor zich. Daar heb je een Lumen race. Verdienvaardigheidspunten voor upgrades. Nou, dat lijkt me een helder verhaal. En als ik nu naar de opties ga, heb ik weer twee van die punten dus waarschijnlijk. Oh, wacht even hoor, hier naartoe. Ja, ik heb weer twee van die punten. Het is niet heel moeilijk te verdienen, zo te zien. Maar goed. Wat is er aan de hand? Ah, dan kan ik een nieuwe kracht even proberen. Oké, daar gaan we dan, hè. Oh, none of you speak English? Oh, kom op. Oh, dat is een coole kracht. Versla vijanden om energie op te bouwen voor een speciale aanval. Oké, okay, prima. Dit is een speciale aanval. Dat is dit. Super vet. Staat er nou kontkapjes? Dit is wel een raar vertaald verhaal. Is dat iets Belgisch of zo? Zodra je genoeg vijanden hebt verslagen, kun je een neon singulariteit uitvoeren. Alright, oké, okay, laten we eens doen. Wat is dit? Wow. Ik ga ze nu ontvangen. Ha, dat is tof. Maak de neon vrij. Cool! We hebben er een dikke zooi van gemaakt, maar het is wel cool. Fetch, darling. My feelers just pawed something juicy. Now, the Occurrens are about to receive a stockpile of guns.
You help me steal them, and I'll have 50 armed men out kicking in doors looking for Brent within the hour. Great, thank you. And enough with the feelers. I get it, you're a creep, okay? Let's move past it. Now, I will have you know that some women find me irresistible. Sure, if you're paying them. Look, just meet me in the alley behind that sandwich shop when you're ready to steal the guns, all right? Au revoir. Nou, oké, okay, we moeten die gast zoeken in een steegje of zo ergens. Maar daar is een wolf. Maar dat gaan we niet nu doen hoor. Wat mij betreft zetten we nu een dikke punt achter. Dit is wel heel leuk, hè, dat racen. Door die wolfjes. Het is super hard. Het is super hard, gewoon een beetje strak bijsturen. Het laat ze wel aardig leiden. Het is wel heel cool. Dat zijn die dingetjes op de grond dus. Ja, dit is gewoon tof om te doen. Beetje rondtoeren, zo, dat is cool. En we hebben waarschijnlijk gewoon de vrijheid om te doen waar we zin in hebben in deze map. Maar goed, nogmaals, het zit erop nu wat mij betreft. Ik ben bedankt voor het kijken, ik hoop dat je het leuk vond. Je duimpje omhoog is zoals altijd ontzettend welkom. Deel de video met iedereen en dan zie ik je dolgraag een volgende keer weer terug. Dit was een eerste indruk van Infamous First Light. Bye bye!